Hallo allemaal en welkom bij Bleach Brave Souls, episode nummer 1. En ik heb nog hier een aantal achtergrondkarakters. Die gewoon af en toe even bij komen. Hier heb je schaduwkarakter nummer 1. Oh, en bedankt, racism. En hier heb je schaduwkarakter nummer 2. Maar laten we hiermee beginnen. Ik weet niet of jullie het al wisten, maar ik speel dit jaar al. Ik speel deze game al jaren. Dus ik ga gewoon van alles doorheen skippen. Zo. We skippen dit. We doen even alle tutorials. Eerst ga ik even alle changes doen. Dan ga ik aan mijn level werken, dit hier. En dan gaan we kijken van wat voor summons we kunnen doen. Nou, voor deze tutorial zeggen sommige mensen van ja, kies iemand die goed is voor PvP of kies iemand die later van plan bent om te gebruiken als Link of zo. Maar ze zijn niet de beste Links, eerlijk gezegd. Ze zijn ook absoluut geen goede PvP characters. Hier kun je zien hoe Kiraya is een van de betere hier. Eigenlijk die nog steeds wel usable zijn, maar nog steeds zal ik het niet gebruiken. Hij heeft een strong attack 12 Link. Hij is hard. Hij is een Rancor met sweeper kill, dus dat is nice. Verder heb je Ichigo die nog recharges. Ik vind recharge belangrijk als je niet autoot. En ook als je autoot. Want je hebt minder wachttijd. En dat is gewoon fijn. Iets in mijn neus. Maar ja, even kijken. Bij elke keer krijgt later Frenzy, dus hij is wel een goede resurrection unit. Retsu is een self-heal. Ik weet niet of ze een medic heeft, maar volgens mij niet. Wat had zij ook alweer? Recharge? Dodge rate, nee. Ik ga ook hier nemen. Wacht, nee, want je hebt heel veel story per content aan het begin. Oh wow, een 5 star. Nee, ik wil hem lokken. I want to lock him. Damn it. Zo, gewoon raw erin gaan, moet niet. Wacht, ik zie niet pas. Wat het is. Wat is wrong with that?
There we go. Oh, beide stamina dinges. That's not good. The fucking round. Just skip everything, come on. Home. Wat gebeurt er nou? Ik wil iets downloaden. Maar dan, nou kan ik over dit spreken, want dit is eigenlijk best nice. De nieuwe visuals hiervan. I like it. I really do. Oké, ja, dus als je de tutorial hebt afgemaakt, kom je dus de nieuwspagina tegen, de startnieuws. Dat begint meestal met de meest recente summons. En gaat hij naar nou, is hij nou niet precies bezig met de nieuwste, want dit is de nieuwste. Zover ik het weet. De Machine Society. Wat trouwens nog steeds Valentine's is. Maar whatever. Oh, ze hebben veranderd dat je de derde toggle krijgt. Oké, nice. Dat kun je gewoon skippen. Beginner challenges, dat weet ik al. F altijd dat accepteren, want hier kreeg ik een heleboel goede shit uit. Met een karakter ook. Kong keer 50. En 50 omdat je de dingen hebt gecomplete, oké. Okay. Collect dat. Orders. Jeez. Holy orders. What is happening? What is happening? Help. You done? Very good. Okay. Ik bedoel, ik was niet van plan om dit te doen, but why not? Beginner's luck. Beginner's luck. Come on. Come on. Damn right. Give me a chico. Alsnog, that's nice. Oh! Beginner's luck. Don't ask me how or why. Ichigo, maar we komen hier voor deze battle weer terug, denk ik. Daniel is lekker. Er zijn trouwens twee karakters dat ik nog niet heb op mijn main account. Op mijn main account af en toe streamen. Niet meer natuurlijk, want ik ga op deze account streamen. Gewoon hoe het voelt om als beginner weer te spelen. Damn, die zijn ook in de nieuwe kick-off. Kijk, ik zie nu al twee shaft characters. Dat zijn Orihime en Byakuya. I don't like that.
Oké, dus ik heb alleen van de karakters. Oké, nice. Oh, nee. Kijk. Toshiro. Totangin. Plus Kenpachi vind ik goeie. De rest... niet zo erg. Niet zo erg. Dus hetzelfde met Orihime. Ze is meh, maar... de beste ijzer is nog steeds heel goed. Byakuya. Hopelijk krijgt hij Frenzy. En Ukiora nog steeds een goede power karakter. Boys met Frenzy. Dat is nice. En Ichigo Bond version. Ook zo'n meh karakter. Hij doet pushback als het is dus. Ik heb hem gekregen op de andere account, maar nog niet meer gespeeld. Maar let's see these beginner challenges. Dus ik moet story doen tot chapter 6. Nou, ik weet dat ik het tot chapter 3 moet afmaken in normal en even chapter 1 hard af doen. Dus dat komt wel. Maar ik heb 100 tickets, dus wat ik ook kan doen is alvast de orbs grinden. Ik dacht echt dat ik alleen 4 sterren zou krijgen, maar here we are. Oké. Ik heb meteen 3 5 sterren. Ik kan dus een hele team maken. Op zich zou ik kunnen beginnen met PvP ook, dus... let's make that team real quick. Nee. Ik heb nog nooit met Toshiro gespeeld, dus dat is sowieso wat ik ga doen. Ik heb nog nooit met die man gespeeld. Ook hier heb ik vaak genoeg gespeeld. Oké, heb ik wel wat gedaan op mijn secondary account dat ik niet meer ga proberen omdat het gewoon niet leuk is gewoon. Ik heb meest weinig karakters en de meeste heb ik al op mijn main, dus. Maar ja, let's do this. Oh nee, eerst zal ik deze moeten doen, ja. Yeah. Before I forget. Een con. Dan heb ik een Ryusei, dan deze dude. Of ja, nee, ik zal even een team maken met waarbij iedereen even iets heeft. Zo. Dat zijn. Oké. Dus dan doen we dit. Doen we dat. En doen we dat. Zo. Bij deze mag Toshiro even lekker. Die heeft alleen... Oké. Nice. Oh ja, en hier komt Kainlo bij. Goed, we doen even deze team eerst. Oh ja, één van zo'n con is genoeg, ja. Ik heb zo lang geen twee sterren meer hoeven te vieren dat ik dat helemaal ben vergeten. Even deze twee sterren doen.
I'm stupid. Oh well. Actually, I'm not stupid, because then I will be basting them. Mag ik zeggen dat ik de OST voor de machine summons echt gewoon goed vind? Zelf doen. Zo. En nu nog even de 5 sterren. Alsnog deed ik Kein als eerst. Why not? Okay. Ik heb genoeg van alles, dus dat is nice. Jesus, dat is een heleboel.
Even kijken, hij was... Volgens mij is het Demir. Is dat hem? Maar goed. Verder met deze challenges. Even een uurtje doen. Deze video is al 22 minuten lang en is daarvoor te lang. Hopelijk kunnen we het binnen een half uur afronden. Nice. What the fuck? Kat, wat doe je? Kat! En vanaf. Doei. Did a misclick because of that. Skip that, come on, come on, come on. Sure. That is number 6. Alright, did that in what, 2 minutes? Dus dit is hoe snel je eigenlijk door de story gaat. Als je de story zelf niet wil lezen, kun je gewoon dit zo doen. Zo, even bonkijk gaan. Skip dit. Verstuur dat naar. Naar home gaan. Tricky battle, oké, nice. Collect dat. En even 3 vrienden maken door met 2 geheime achtergrondkarakters. Kunnen accepteren.
En nou is het even wachten tot het drie vrienden zegt. Oh nee. Kom op. Zo had je ons nodig als vriend dan? Voor een challenge. Come on. I already have three friends, you stupid thing. Wie heb jij? There you go. Wie heb jij allemaal? Okiora. Laat eens zien. En als je deze keuze moet maken, ga voor Kisuke omdat hij een Crystal Link is. Dat betekent dat je, als je hem maxt, gewoon naar de 100% brengt, dat je dan 13% meer kristallen krijgt dan normaal, als je een kristallen map doet. En dat is gewoon nice. Want je hoeft het niet keer en keer te doen, maar je hoeft het maar één keer in de week of zo te doen. En dat is waarom ik hem altijd lok. Maar, dat is het voor deze eerste aflevering. We doen even per aflevering even een challenge. Via zo'n set van challenges. 5 à 6, net als dit keer. Even kijken, dit keer hebben we 2, 4, 6, 7 challenges. Dus dat ga ik waarschijnlijk verdelen in 2 stukken. 1 van 4 en 1 van 3 en met een wat PvP erbij. Dat is tenminste wat ik van plan ben. Maar, heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Abonneer op het kanaal, als je het leuk vond, laat even een duimpje omhoog. Laat in de comments weten van wat je vindt dat ik beter kan doen. Ik sta open voor tips en tops. En tot de volgende keer.